Deze beschouwing, die gaat over angst voor klimaatverandering. In het kort samengevat, ik zeg dat het hier gaat om een massahysterie, waar veel mensen gevoelig voor zijn en die bewust wordt opgewekt om uh, reden te geven aan hele rijke mensen om met hun privévliegtuigen naar mooie locaties te vliegen en daar uh, dagen uh, gaan vergaderen. Uh, S'avonds gaan ze heerlijk dineren en allemaal uh, nou, nog leuke dingen doen. En altijd voor iets met een brunette of een blondine of voor de verandering een roodharige mooie gezonde jonge vrouw. En wat maakt het uit dat beetje cocaïne? Want cocaïne is een natuurproduct, hoor. Ja, alleen maar die lauken. Dus dan weet je gelijk de intro. Dus als je denkt van oh, maar zo denk ik er ook over. Nou, dan kan je nu weer stoppen. Ja. Dan kan je wat interessants gaan doen. Die massahysterie, dat wordt opgewekt. En die, die mensen die daar gevoelig voor zijn. Zoals Martin van de Clio. De Wim, Wim Kruidentuin, die woont bij hem om de hoek. En regelmatig gaan die bejaarden bij elkaar op bezoek. Ja, ik wil het niet opdragen, want ik ben zelf ook, uh, in augustus word ik 60, dus uh, ik mag dat zeggen. Maar zij zijn dan allebei, en uh, niet veel, maar iets ouder dan ik. En dan gaan die bejaarden bij elkaar bezoeken. Uh, dat is altijd, uh, nemen ze een derde vriend nemen ze mee, en die heet meneer Geneva Fles. <laughs> ik heb ook uh, menige fles Geneva uh, nou, netjes leeg gedronken met, uh, in het gezelschap van die heren, en dan helemaal dronken. Dus. Ik ben er dan mee gestopt, maar hun gaan voorlopig nog even door. En waarom niet? En Wim, die, is, die heeft helemaal geen angst voor klimaatverandering. Echt niet. En Wim, die brengt menig uren door, echt hoor. Het gaat om de tientallen uren die hij erin gestoken heeft. Om al die dingen van het uh, intergovernementele. Panel voor Klimaatverandering, het IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. En dan gaat hij al die uitspraken van die jongens op een rijtje zetten. En dan gaat hij op zoek naar criticusters. En dan gaat hij dit vergelijken met dat. En dan gaat hij dat weer vergelijken met zus en zo. En, en dan gaat hij allemaal opschrijven in een MS Word-achtig, open office gebruikt hij, maar in zo'n office-document. Dan gaat hij al die dingen verzamelen. En allemaal netjes hoor, met linkjes erbij. En dit kan je hier vinden, en dat kan je daar vinden. En ja, Wim komt is tot ontdekking gekomen dat dat hele oude hoer over, oh we gaan allemaal versuipen onder de zeespiegelstijging. Dat slaat helemaal nergens op. Er is helemaal niks aan de hand. De zeespiegel hier bij Nederland, bij de Noordzee. Uh, die stijgt sinds het begin van de 20e eeuw. Met 1,7 centimeter per jaar. 17 millimeter. Dat is in de afgelopen 100 jaar is die zeespiegel bij Zandvoort bijvoorbeeld. Ik noem het bij Schoorl ook. Ook beschavingen, uh, Die is gestegen met 17 centimeter. Dus sinds dat ze de, de deltawerken hebben aangelegd. He, dat was in de jaren 50, he, van de vorige eeuw. Ja, het is maar te hopen dat ze bij het aanleggen van die deltawerken. daar rekening mee hebben gehouden. Want de zeespiegel is sinds die aanleg. serieus, dat is geen geintje, met meer dan. nou nee, met bijna 10 centimeter gestegen. 8,5 centimeter ongeveer. Ja, zoiets. 8,5 centimeter hoger. Dus die dijken zijn openlijk. en. Geloof me nou maar, die dijken zijn daarop gedimensioneerd. Want, uh, je gaat niet zo'n heel project beginnen om precies 100% van je doelstelling te halen. Als je toch bezig bent, dan knik je er gewoon 10% bovenop. Want je bent toch maar vrachtwagens aan het rijden om al dat puin te storten. Ja, doe er dan een laagje bovenop. Toch? Als we toch bezig zijn. Kijk, als die weg er een keer bovenop ligt. Want ze hebben op die dijk die ze aangelegd hebben, er ligt een keurige weg bovenop. Nou. Ja. En als die weg er een keer bovenop ligt en je besluit dan nog om de hele boel uh, 20 centimeter te gaan verhogen. om gedekt te zijn voor de komende 200 jaar. nou, ja, dat, dat is een beetje vervelend. Ja. Maar als je dat ding aan het aanleggen bent. ja, natuurlijk hebben ze daar uh, een, een factor bij opgeteld. Wat is dat nou? Dus die deltawerken zijn 50 jaar geleden aangelegd. Sinds die tijd is de zeespiegel met de helft van 17, dit uh, is dan 8,5 centimeter gestegen. Maar in Zeeland raken ze niet in paniek. Echt niet. En een zandwortel helemaal niet. Nee, die mensen in Zandvoort die zo'n strandtent uh, uitbaten. En daar een beetje pinacolado's voor verkopen in de zomerrio's. Ja, die, die maken zich geen zorgen over het opstijgen op uh, dingen ze van de zee. Van oh, de vloedlijn komt dichterbij. Maar wow. helemaal niet. Als je het dan die mensen zou vragen, dan zouden ze tegen je zeggen: echt waar? Nou, niks van gemerkt. Terwijl ze hadden het moeten kunnen merken. Die vloedlijn in Zandvoort, die moet met die moet iets van twee meter landinwaarts zijn gekomen. Even zo grof geschat, 8,5 centimeter verticaal. En uh, ja, omdat dat strand natuurlijk heel langzaam oploopt, is dat 8,5 centimeter verticaal is dan in de breedte gezien uh, een meter, twee meter of zo. Maar dat hebben die mensen die niet in de gaten gehad. Te meer, het wordt natuurlijk uh, vloed, en dan komt hij weer heel dichtbij, en dan worden het weer app, en dan is je weer een heel eind verderop. Ja. Dus die mensen daar, die dan vlak bij de zee zitten, zoals die mensen die die strandtenten uitbaten, die maken zich helemaal geen zorgen over een stijgende zeespiegel. Echt niet. En de mensen in Zeeland ook niet. Het houdt die mensen helemaal niet bezig. Nee, maar Martin van de Clio, die woont hier in Arnhem, en Arnhem is ik weet niet hoeveel meter boven, hoeveel meter, hè? boven de zeespiegel, uh, die gaat echt totaal uit zijn plaat. En dan is er ook een van zijn favoriete opmerkingen. Ja, en als het zover is dat we allemaal gaan verzuipen. Nou, dan ben ik al dood. Uh, ik laat een wereld achter waarin iedereen gaat verzuipen. En dan gaat zijn stem omhoog, jongen. Dat ja, komt natuurlijk ook door de Jenever die er dan in zit. Maar... En dan gaat de buurvrouw van hem weer op de muren bonken. En dan moet hij nog mee oppassen ook. Ze heeft al meerdere keren de politie gepaald. Dat een discussie een beetje opliep. In de hitte. Maar. En ik had Wim laatst aan de telefoon. Die was helemaal niet mineur. Ja, met Martin. Ik weet het niet hoor. Ze is altijd hetzelfde. Altijd weer helemaal boos. Helemaal boos. Ik noem hem de boze man van Annem. Misschien dat ik hem zo dan beter kan plaatsen. Ja, maar Wim vindt het uiteindelijk niet gezellig meer. En dan gaat hij op internet en dan gaat hij van alles nazoeken. En ja, ik ben het helemaal met Wim eens. Maar het is al een hele tijd geleden dat ik. Ja, Toen ik hoorde dat het IPCC, dat ze wereldwijd de, de, alle temperaturen van alle, al die klimatologische, uh, weerkundige, meteorologische instituten, hebben ze alle meetgegevens opgevraagd. Want hoe warm was het dan bij jullie over de afgelopen jaren? Nou, zolang als je maar aan het meten bent, wordt KNMI meetemperaturen, denk ik, vanaf het begin van de 20e eeuw. Dus KNMI heeft er hele sets met data van. Nou, het IPCC heeft al die gegevens opgevraagd. Dit is wat we ze zeggen, hè? We hebben ze al die gegevens opgevraagd dus aan KNMI en aan het KMI van België, het Koninklijk Meteorologisch Instituut? En in Duitsland. En in Noorwegen. En in Frankrijk. En in Spanje. En echt. All over de wereld. Heel veel bellen natuurlijk. Hey, uh, heb je dit, heb je dat. Nou, hebben dus ze al die gegevens verzameld. Nou, dan moesten die gegevens gefilterd worden. Dat is de officiële term. Om ze te standaardiseren naar één formaat toe. En ook om uh, um, piekdingen ze eruit te halen. Want het gaat je om een trend. Uh, niet dat het één zomer heel veel warmer was dan de andere zomer, want dat is geen trend. Dus die moet je eruit filteren. Uh, dat mag. Dat is allemaal toegestaan in de modelleringsbusiness. Uh, dat is geen enkel probleem. Nou, dan hebben ze die gegevens uh, wereldwijd verzameld, uh, gefilterd. Uh, de gefilterde gegevensset is per definitie veel kleiner dan de oorspronkelijke gegevens. Want je hebt allemaal gemiddelde berekend, en gemiddelde per regio. En, uh, nou, en dan kunnen dus, de, 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 oorspronkelijk heb je dan tien getallen, maar dan doe je tien getallen, die tel je bij elkaar op, deel je door tien, hou je één getal over, en die gaat dan door naar het model, om als input te dienen. Nou. Uh, toen hebben ze dan een model uh, gevoerd met die uh, gegevens. En het model brulde helemaal moord en brand. Want over vijf jaar uh, zou de gemiddelde temperatuur op aarde met 180 graden Celsius gestegen zijn. Ik overdrijf maar even. Want dat overdeden ze namelijk zelf ook. Huh? Dat deden ze zelf ook, dat overdrijven. En er waren er dus mensen. En die vroegen ja, dat is dan wel leuk. Maar waar baseer je het op? Nou, zeiden ze op deze data. Maar dat was de. Gefilterde data. Dus hadden de oorspronkelijke data, daar hadden ze die filters overheen gedaan. En dan middelen is dan één manier om te filteren, maar er zijn nog veel meer manieren om te filteren. Je kan ook zeggen: alles beneden de 10, dat doet niet mee. En dan filter je die eruit. Huh? Kijk, en dat mag natuurlijk niet. Want dat, dan ga je, zit je te filteren om toe te sturen naar een bepaald resultaat. En dan alles met uh, uh, min 13 of zo, uh, laat me zitten. Huh? Alles boven de plus 50, nee, dat doen we ook niet mee hoor. Nee, die halen we eruit. Ja, ze kan ik het ook. Hè? Het toewerken naar een bepaald eindresultaat en dat mag niet. Dus dan waren er instanties in die vroeger dan, toen ze dan die alarmerende uitslagen zien, zagen van die voorspellende modellen. En die voorspelling wordt dan gedaan op basis van die gefilterde gegevens. En dan zeiden ze: ja, mogen we die oorspronkelijke gegevens eens dus even zien? En toen kwam het antwoord van het IPCC, en dan nou moet je heel goed luisteren. Het IPCC heeft toen gezegd dat de oorspronkelijke gegevens gewist waren omdat ze ruimte nodig hadden op de harde schijf. Ja, heb je dit goed gehoord? Wat zei ik dan? Ze hebben de oorspronkelijke gegevens gewist omdat ze ruimte tekort hadden, dus op de harde schijf. Ja, ik heb hier op mijn Mac heb ik een SSD-schijf. En die is 250 gigabyte. SSD. Ik heb hier in deze woning heb ik een network-addressed storage system. En dat kostte echt een megabedrag. Dat kost wel 350 euro destijds. Daar heb ik een opslag van 1000 gigabyte. 1000 gigabyte. Nou, hoeveel gigabyte denk jij dat de wereldwijde temperatuurmetingen dan de oorspronkelijke data? ...dat er überhaupt is. Huh? Door het KNMI... als dat dan één temperatuurdingetje vastlegt... ...van uh, wat is dan één zo'n temperatuurrecord? Nou, dat geeft aan een locatie. Dat is dan zoveel bytes... En het geeft dan aan een datum, een tijdstip of een datum, en dat is dan zoveel bytes. En het geeft aan een temperatuur, dat is dan ook zoveel bytes. Dus alles bij elkaar, misschien 64 bytes. Bytes. Nou, hoeveel van zo'n temperatuursmeting kan je dan in 1 gigabyte stoppen? Nou, laten we dan uitgaan van 100 bytes over 1 temperatuurmeting. Dat is ruim hoor. 100 bytes. Nou, en je hebt. 1 miljard bytes, nou, 1 miljard gedeeld door 100, dat lijkt mij, even rekenen, 10 miljoen. Dus 1 gigabyte, daarin passen 10 miljoen temperatuurrecords. 1 gigabyte. Nou, hoeveel temperatuurrecords heeft het KNMI verzameld in de afgelopen 100 jaar? Stel dat we die temperatuur hebben bijgehouden op uh, 100 locaties in Nederland. En dan elke dag eentje. Hè? Even de rekenmachine erbij. Dus dan hebben we 100 locaties. En dan keer elke dag, dus een keer 400. 400 dagen per jaar ongeveer. Hè? Dat is 40.000. En ik zei net 1 miljoen in een gigabyte. Dus ze kunnen de temperatuurgegevens van landen à la Nederland, die dus heel ja, van 100 jaar de data hebben, dat is al heel wat. En dan ook over 100 locaties. 25 van dit soort landen à la Nederland past op 1 gigabyte. En even nog voor jou dan ter herinnering, uh, één dvd, daar past, als je een beetje goede neemt, daar past 4 gigabyte op. Eén dvd. En het IPCC heeft die oorspronkelijke data gewist, omdat ze, hè, want wat ze verzameld hebben, dat kan niet meer dan 10 gigabyte geweest zijn. Daar ben je het met mee eens? 100, ja, 100 miljoen temperatuurrecords. Nou, meer hebben ze echt niet kunnen verzamelen over de hele aarde. 10 gigabyte. Dus ze hadden 10 gigabyte ruimte nodig op de harde schijf. En toen hebben ze die set met gegevens weggegooid. Hoeveel dagen denk je dat het de IPCC gekost heeft om die gegevens überhaupt te verzamelen? En is het niet heel erg fijn dat het IPCC. Dat heeft gedaan, zodat we in elk geval van de hele wereld, over we de afgelopen, sinds we maar temperatuur meten, dat we al die temperatuurrecords hebben. In één database. En dan gooi je die database weg. Ben je helemaal van de ratten besnuffeld, omdat je 10 gigabyte aan schijfruimte te weinig hebt? Snap je? Nou, als ik dat hoor. Dat het IPCC dat heeft gedaan. Want ze hadden 10 gigabyte te weinig ruimte op de harde schijf. Terwijl ik weet dat zeg maar, een pornofilm met een beetje HD kwaliteit, dat is 2 gigabyte. En dan moet jij maar gaan kijken hoeveel gigabyte er op een gemiddelde instituut op een gemiddelde harde schijf staat. In een map en die heet XXX. Gooi je al die porno eraf. Als je toch uh, sch uh, de schijfruimte te weinig en trouwens, hebt. En trouwens, uh, wat is nou 10 gigabyte? Ik zeg je net, ik heb hier een SSD schijf een solid state drive. Van 250 gigabyte. Dat is gewoon een consumentenmachine. Maar een machientje, dat is wel een mooie Mac en zo. En hij kost ook wel uh, 2500 euro. Wel een aantal jaren geleden. En als je de... Maar ik koop zo een iMac van, van 1600 euro. En die heeft net zo'n schijf. 1600 euro. Met beeldscherm toetsenbord en alles. En het IPCC die moet die gegevens weggooien, want uh, te weinig schrijfruimte. Nou, jij mag dat geloven, ik vind het best dat jij dat gelooft. Geloof je ook dat de maan van kaas is, denk ik. Dat Marsmannetjes echt bestaan, want die wonen op de maan. Van bier drinken krijg je een bolle buik. <laughs> dat weten ook heel veel mensen niet dat dat helemaal niet waar is. Hè? Van bier drinken word je niet dik. Dat kan niet namelijk. Van uh, koolhydraten consumeren, daar word je dik van. Want C2H5OH, dat is ethanol, dat is alcohol. Even opzij dan, even een klein zijsprongetje. Uh, van alcohol kan je lichaam geen vet maken. Dat kan niet. Dat, dat vermogen hebben we niet. Het enige wat we kunnen, dat is koolhydraten. Dat zijn ook hele lange ketens van koolstofatomen. En die hele lange ketens van die koolstofatomen, die kunnen wij omzetten in vet. Dat, dat kunnen wij wel. Maar wij kunnen geen koolstofatomen aan elkaar knopen. De C2H5OH heb je twee koolstofatomen. En als je dan vet wil maaien, dan heb je er minimaal 30 of 40 nodig. Dus dan moet je 15 ethanol moleculen, moet je die zuurstof vanaf halen. Dat kunnen we helemaal niet. Dat kunnen we echt niet. Van ethanol, daar kunnen we maar één ding bij doen. Daar kunnen we zuurstof bij doen en dan wordt het CO2. En dan gaat Martin van der Clio alweer helemaal. Maar toen ik dus hoorde dat het IPCC dat eh, via officiële kanalen gaven ze dat te kennen... van nee, hey, we kunnen die originele gegevens die wij dus... Eh, daar dus moeten ze maanden mee bezig zijn geweest. Ja, want dan zet je zo'n verzoek in bij al die meteorologische instituten... en dan zeggen allemaal ja, nee, tuurlijk, daar gaan we gelijk aan beginnen. Maar dan moet je controleren dat je alles binnen hebt gekregen en check, check, check. En alles wat je binnenkrijgt moet ingelezen worden of overgetypt. Kijk naar digitaal en zo ja, in wat voor een formaat. Ja, dus dat moet allemaal, ja, ik zou dan zeggen, je moet het allemaal ombrengen naar één formaat. Dus ook één, ja, één datumnotatie bijvoorbeeld. Dat moet allemaal ISO-data worden. En de een die levert de temperaturen aan in graden Fahrenheit. En die andere levert de temperaturen aan in graden Celsius. En nou, met die Fahrenheit-toestand hadden we al lang maar op moeten houden. Maar alles van Fahrenheit moet omgerekend worden naar Celsius en dat soort dingen. En dan heb je alles. Goed gecategoriseerd, je hebt een juiste locatie waar het gemeente is. Je hebt de juiste datum waar het gemeente is. Liefst met tijdstip erbij. En je hebt de temperatuur in graden Celsius. Nou, en die gegevens, uh, en wat daar, daar uh, nou, zou je in totaal hebben, 10 naar 100 miljoen van die records. Dat is ongeveer 5 gigabyte, neem ik aan. En ja, daar moet je denk ik heel zuinig op zijn. En dan moet er maar iemand van het IPCC eventjes op de fiets naar de dvd, nou, iets als de Mediamarkt. Hè? Maar zo'n soort winkel even op de fiets. Want natuurlijk niet met de auto, want dan krijg je gelijk weer klimaatverandering. En, en maar dan moet je op de fiets maar even naar de Mediamarkt. En dan moet je daar zo'n spindel kopen met van die dvd's. En per dvd, op een dvd past 4 gigabyte. Nou, dan koopt hij een spindel dus dan van 20 de dvd's. En dan is het een kwestie van branden. Dan heb je nog tien kopietjes ook. En dan staat daar je data op. Dat, dat doe je toch? En als je dan zegt, nee, we hebben alles weggegooid, want we hadden harde schijfruimte tekort, dan weet ik dat je liegt. Punt. En als je daarover liegt, ja, dus over het in bezit hebben van de oorspronkelijke gegeven, gegevens. Als je daarover liegt, dat je zegt, nou die heb ik niet, die heb ik wel verzameld, maar ik heb ze weggegooid. Dat betekent twee dingen. Je hebt de gegevens verzameld, toen heb je gezien dat er helemaal niks alarmerends aan de hand was, toen heb je ze maar weggegooid. Want de wereld zou er eens achter mogen komen dat er niks aan de hand is. Huh? Of je hebt het helemaal niet verzameld. Uh, punt. En in beide gevallen lieg je. Dus ik weet dat het IPCC heeft gelogen over het weggooien van de oorspronkelijke meetgegevens. Die leugen was niet per Oh, heb ik gezegd wissen? Nee, ik, ik bedoelde te zeggen: die hebben we opgeslagen. Nee, die liggen heel veilig in Zwitserland. Ja, in in zei ik. Oh, je dacht dat ik uh, wissen zei? Nee, ik bedoelde zwies van Zwitserland. Ze liggen in Zwitserland. Dat bedoelde ik. Nee. We deleted the original data. Because we needed the hard disk space. Dat hebben ze gezegd. Dus zijn het leugenaars. Punt. En dan kan je eigenlijk ook de hele verdere discussie over de klimaattoestanden. Want dan gaan we ze heel ingewikkeld maken met. allemaal ja, koolstofdioxide, dit is ook heel erg jongen. He? Daar kan ik ook nog een hele, hele plaat over opzetten. Dat ik heb gelezen dat biologen. die kunnen ook historisch bepalen. wat de koolstofdioxideconcentratie was. Want wij zelf kunnen dat niet. Wij weten koolstofdioxideconcentraties zelf gemeten als mens. Pas sinds het einde van de 18e eeuw. Want voor die tijd konden wij helemaal geen koolstofdioxideconcentratie in een atmosfeer vaststellen. Dat konden we niet. Die nauwkeurigheid van, uh, van ja, hoe we dat allemaal moeten doen en zo, dat, dat kunnen we pas sinds die tijd. Tegenwoordig is dat een fluitje van een cent voor ons, mensen. Uh, wij, wij zuigen. Wat je doet, is je zuigt lucht door. Oh ja, die zuig je aan en die laat je die pompje omhoog door water. En dat is alkaline, dus basis. Alkaline, dus een beetje basis. Want CO2 plus H2O, dat geeft dan. Ik uh, snap niet dat juist zuur. Nee, nee, het moet basis zijn, ja. En dan bindt het zich. En dan krijg je uh, dingen's. Dus heb je een, een basische oplossing en door die basis oplossing leid je de CO2. En dan wordt het basis gebeuren, dat wordt minder basis, dat wordt dus zuurder. En de mate waarin het zuurder wordt, is de mate voor de CO2 in de atmosfeer die je er hebt geleid. Zo zit het. Zo wordt het bepaald. En het, dat trucje hebben we pas onder de knie sinds het einde van de 19e eeuw. En dat weet ik toevallig. Want ik heb gestudeerd bij de Lonbogenschool. Dus ik weet daarvan. Dus directe CO2-metingen. Koolstofdioxidemetingen. Dat, dat doen we pas sinds het einde van de 19e eeuw. En dat alleen nog maar in het Westen. Dat is niet in Afrika en zo. Waar je ongetwijfeld andere CO2-concentraties hebt. Mag je aannemen. En die biologen die zijn in staat om uh, verder terug te gaan kijken. Door te kijken naar fossielen van planten. En dan kijken ze naar de fossielen van de bladeren van de planten. En in die bladeren kunnen ze dan in het gefossileerde materiaal nog steeds huidmondjes tellen. En het aantal huidmondjes per vierkante centimeter. is een maat voor de hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer. Want als er veel CO2 in de lucht zit. dan kunnen de planten volstaan met weinig huidmondjes. En als er weinig CO2 in de lucht zit... En dan moeten de planten extra huidmondjes aanmaken... om voldoende CO2 binnen te krijgen. Want in een atmosfeer... Nou, een plant heeft CO2 nodig om te groeien. Dat is ook iets wat je even goed in je oren moet knopen. Een plant heeft CO2 nodig om te groeien. Dus geen CO2, geen plantengroei. Klaar. Net zo min als dat een mens... vet kan maken van ethanol, van alcohol... Net zo min kan een plant groeien van stikstof en zuurstof. Daar kan een plant niet van groeien. Ook al doe je er nog zoveel stikstof bij, en fosfor, en allemaal kunstmest en zo, en, en zonlicht, dat allemaal best. En water en zo, en dus je plant geef je water, en een fosfor, en stikstof, en een zonlicht, en echt van alles. Maar geen koolstofdioxide, Dan groeit er niet. Klaar. En hè, wat is dan het gas wat ze opvoeren als de grote boosdoener voor de global warming, de globale opwarming? Ja, het gas waar planten van groeien. Dus je hebt een liegende IPCC. En je hebt het verhaal dat het gas waar planten van groeien, dat is de grote boosdoener, dus uh, minder CO2 in de atmosfeer, AUB. Ja, nou, denk er zelf wel over na. Nou, het IPCC is een leugenclub. Dat is duidelijk. Dat hoef ik nu niet meer nog een keer uh, te gaan herhalen. Huh? Die liegen. Ofwel uit die oorspronkelijke gegevens. daar viel niet uit af te leiden. dat het binnenkort of over een tijdje. ons een ramp staat te wachten. Dus hebben ze die oorspronkelijke gegevens. even in de prullenband geflikkerd. en dan zijn ze zelf even gezegd. van nou, dit zijn de gefilterde data, alsjeblieft. En uit die data blijkt dan. wow, we gaan allemaal verzuipen. Ja, hebben ze zelf verzonnen. Dat is waarschijnlijk gebeurd. En die andere is dus dat ze het helemaal nooit verzameld hebben dat ze het echt niet weten. Die acht ik wat minder uh, voor de hand liggend, hoor. Ik weet nog wel dat ik ik heb ook zo'n geintje bij de hand gehad, hoor. Wat wij een klant van mij die had een ander bedrijf overgekocht en. Dat bedrijf, de waarde van het bedrijf, er waren twee dingen. Dat was de clientèle die ze hadden. En dat was waard, geld waard. En het ging om de spullen die ze hadden. Dus de, de activa, heette met een mooi woord. En dat bedrijf dat verhuurde tv's, koelkasten, wasmachines en zo. Dus het ging om een aantal mensen dat bij hun dan een wasmachine of een koelkast of wat whatever huurde. En het ging om de spullen. Nou, ik automatiseerde dan mijn klant al heel lang toen. En die hadden dus een andere bedrijf overgenomen. En ik kreeg die. Ze hadden die, die overname al gedaan. En toen gaf dat. dat over, de overgenomen partij die gaf dan de echte gegevens vrij over de inventaris. De Activa. Nou, en ik lees dat in. En ik bel Peter op. En ik zeg Peter, nou, want Peter was razend benieuwd van wat is het totaalbedrag aan waarde wat jij hebt. En ik zeg tegen Peter, nou, anderhalf miljoen euro. Dan zei Peter, nee, dat kan niet. En ik zeg, nou, ik voelde me beledigd. Ik zeg, ja, dat kan jij wel zeggen, maar uh, ik wil hem even voor je controleren. Maar volgens mij anderhalf miljoen euro hoor. En hij zei, Peter, dat kan echt niet. Ik zal je uitleggen waarom. Want ze hadden van de bank, dus mijn klant, had van de bank een krediet gekregen voor die overname. Waarbij dan tegen de bank was verteld dat die Activa, al die TV's en alles bij elkaar opgeteld, dat dat zou gaan om een waarde van, noem wat, 4 miljoen euro. Ja, zei hij. En als ik nu naar de bank toe ga. en dan gaat de bank kijken naar. want het systeem wat ik in de wereld heb geslingerd. daarin kan je dat soort geintjes niet uitvreten. Er is maar één uh, Activa-lijst en dat is de Activa-lijst. En die verschijnt op de balans als. Hé, ik ben Activa-dinges, totaal. Maar dat is per definitie exact hetzelfde. als de gewone logistieke uh, voorraadlijst. Ofzo. Er zit geen cent verschil tussen. Dus. Uh, ja, op de balans van mijn klant stond dus. Uh, die aangekochte Activa. die stond op de balans voor maar anderhalf miljoen euro. Ja, zo Peter, als ik hiermee naar de bank ga, dan trekken ze het krediet in. En wat moet ik dan? Dus uh, dit kan niet. Ja, zit tegen Peter, maar. Um, dan moet je gaan frauderen, hè? Er wordt een link, jongen, want als, ik, als ze erachter komen. Dan ja, ben jij de lul. En dan, dan, krijg, dan kan je een rechtszaak krijgen voor fraude. Nu kan je nog zeggen dat je besodemieteld bent door die partij die je overgenomen hebt. Maar als wij gemodificeerde gegeven, als wij gegevens gaan modificeren. dan. Wauw, wow. nou, daar kan de bank dan de politie bij gaan halen. Nou, Peter, daar ben ik helemaal met je eens. Dus, zei Peter, dan heb jij een, uh, wat te doen hè, het komend weekend. <laughs> Hij legt het gewoon bij mij neer. Ja, jij bent de automatiseerde jongen. Dus uh, ja, ik zeg je, uh, als, je met die andere, als je erbij blijft, ja, dan, dan heb ik zulke grote problemen. Daar word ik echt heel verdrietig van. En nou, jouw kennende weet je wel wat te verzinnen. En het uh, klopt, ik, ik heb wat verzonnen. Ik heb, uh... Ja, dan ga je dus filteren. Dus ik heb een filter geschreven en uh, ja, filter klaar. Dan denk ik, die kan ik wel verantwoorden, dit filter. Even kijken, oh ja, drie ton erbij. Mooi zo. Nou, dat is natuurlijk niet genoeg, dus dan bel ik na uh, anderhalve dag filteren, dan bel ik Peter weer op. Nou Peter, ik zit op uh, 2,8 miljoen. Nou zegt Peter, dat is, dat is mooi, zei hij, maar dat is niet genoeg. Ja, zo hoeveel moet je dan hebben? Ja, zeg hij, 4 miljoen natuurlijk, want dat, daar is het voor verkocht. Nou, ja, uiteindelijk werd de vis niet zo, was het? Dat de soep niet zo heet gegeten. Ik had het uiteindelijk met de allerlaatste truc had ik het op, weten dat Ik kreeg het op 3,6 miljoen. En tegen Peter gezegd: ja, als ik het nou nog verder ga, dan is de kans dat ze erachter komen echt heel erg groot geworden. Met wat ik tot nu toe heb uitgevroten. Nee, dan kom je er wel mee weg. Ja. Maar ik adviseer je om mij niet verder te laten gaan, want ik kan nu niet anders doen dan dat ik uh, keihard uh, luk raak... Uh, Euro's ben je op gaan uh, pletsen. En, en, en daar kwamen ze achter. Oké, okay, zei hij. Oh, Laat me zitten. Ja, en wij hebben die oorspronkelijke gegevens. Uh, ja, die zijn weggegooid. Ja. De, de bank gaf er één keer akkoord. Uh, die hebben die balans gezien. En, lalala, en het is verder ook goed gaan, gegaan met die overname daarna. Ze dus hebben alweer geld verdiend. En de bank heeft netjes zijn poen teruggekregen. Uh, Eindgoed, goed, al goed. En die oorspronkelijke gegevens, ja, daar zit niemand op te wachten. De gegevens zoals ik ze heb achtergelaten in hun boekhoudsysteem, dat zijn de gegevens. Dus ik weet wel wat het is. Ik ken de business wel. En koolstofdioxide, ja, dat is een voedingsstof voor planten. En inderdaad, het wordt de laatste jaren warmer. De laatste honderd jaar is er een gemiddelde temperatuurstijging van uh, aanmerkelijk. Dat, ja, dat mag opvallen, maar. Is dat een reden tot uh, alarm of zo? Nou ja, de, de zeespiegel stijgt niet of nauwelijks. Die stijgt wel een beetje, dus. 1,7 centimeter per jaar. Maar... Nou, dat is niet echt een probleem. Nou onze zomers hier in Nederland. Ik heb het idee dat, dat ze beter worden en ook heb ik het idee dat we voorlopig geen uh, elfsteden toch krijgen. Maar dat was toch al vrij zeldzaam, hoor. Dat was niet ieder jaar elfsteden toch tijd. En ik weet wel, de zomer waarin ik werd geboren, de zomer van 1959, toen was het ook bloed en bloed en bloed en bloedheid. Dus ja. Het is moeilijk te voorspellen of, of zo'n trend, of dat echt doorzet. Je zou het voor de grappers moeten doen, uh, als burger kan je dat denk ik ook wel doen, dat je bij het KNMI al die temperatuurgegevens opvraagt. En dat je er zelf een grafiekje van maakt. En dan weet je, dat ieder... weet je de situatie voor Nederland. En ik denk dat je dan ziet dat het... Uh, dat de gemiddelde temperatuur in Nederland inderdaad iets aan het stijgen is, maar... Ja, wat zal het zijn? 1 graad in de 100 jaar of zo? Ja, en de Kilimanjaro, die is... Hoeveel het ijs op de Kilimanjaro is aan het afnemen, uh, dat gaat ieder jaar met een klein beetje. En dat is heel erg afgenomen aan het begin van de 20e eeuw, toen er nog helemaal niet zoveel uh, koolstofdioxide in de atmosfeer zat. En toen was er al een behoorlijke uh, opwarming bij de Kilimanjaro. En is er vrij veel ijs en sneeuw verdwenen in een paar jaar tijd. En nu zet die vermindering zet door, maar om daar nog van in paniek te raken, dat lijkt me niet echt nodig, hoor. Maar dan ga je dus terug naar iemand als Martin, en ja, ik ga bijna denken dat zo iemand die die klampt zich daaraan vast. Van, die man is dan denk ik zelf nou, ongelukkig. En als iedereen er nou maar naar de kloten gaat, dan. Um, ja, gedeelde smart is halve smart of zo. Dat hij, misschien dat hij met, met bitterheid terugkijkt op zijn eigen leven of zo. En dan had ik er maar wat meer van gemaakt. En, uh, en moet het nou met mij en weet ik wel wat. Ja, ik zei even stil hè, bij Martin dan. En dan bedoel ik niet zozeer om Martin zwart te maken. Daar gaat het me niet om. Maar het, is een, het is iets psychisch. Om je dan druk te maken over iets wat buiten je vermogen ligt... om er wat aan te doen... Want als je je druk maakt over iets wat binnen je vermogen ligt, hè? Nou, dan zegt iedereen tegen je: Nou, doe dit, dan wat dan. En als je je dan druk maakt over iets wat helemaal buiten je vermogen ligt, dan heb je als het ware een excuus om je heel druk te kunnen maken, kunnen maken en dan, weet ik veel, depressief te kunnen raken en het op een suiper te kunnen zetten en iedere dag stoom te zijn. Want er gaat iets heel ergs gebeuren en je kan er niks aan doen. zoiets, snap je? Het was met Martin ook zo. Dat is al jaren en jaren terug toen die hele global warming-hype er nog helemaal niet was. Of maar een klein beetje, niet, meer zo, erg, niet zo erg als nu. Want nu, nu vind ik het echt wel heel erg verschrikkelijk hoor. En dat Martin het toen had over het omslaan van de golfstroom. Dat is vanuit de Golf van Mexico. Loopt het door de Atlantische Oceaan een stroming? En dat gaat dan richting West-Europa. En daardoor heb je dus hier in Nederland een relatief mild klimaat. Terwijl je op dezelfde breedtegraad, waar in Amerika New York ligt, hè? dat is net zo hoog, zeg maar, net zo noordelijk als Nederland. En daar in New York heb je wintersjongen met echt meters sneeuw en een hartstikke koud en uh, ja, dat is verschrikkelijk koud. In Amsterdam heb je dat niet. In heel Nederland niet. Hè? Dat is hier niet gewoon en dat komt er door die golfstroom. En Martin, dus ja, maar die golfstroom daar moet je vanuit gaan. Die kan in één keer omslaan. En, uh, nou, en als we dat warme water uit de Golf van Mexico niet meer krijgen. Oh, dan wordt het hier hartstikke koud. Ja, dat, dat geloof ik direct. En hoe zou die golfstroom ermee ophouden? Door resultaten uit het verleden, dat zeggen ze dan, hè? die bieden geen garantie voor de toekomst. Ja, dan kan je er wel zeggen: hè? iemand die elke dag dronken is, ja, die zal morgen ook alweer dronken zijn, toch? Bij tinkerbrullen van resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, maar iets wat elke dag zo is, dat is morgen weer zo. En die golfstroom, ja, die stroomt al echt elke dag stroomt de golfstroom richting West-Europa. En waarom zou die golfstroom daar plotseling mee ophalen? Hm? Omdat wij met auto's rijden en koolstofdioxide produceren. Ga er weg. Maar toen werd Marco of Marco Martijn er helemaal, helemaal link man. In café de Wacht was dat. Jasje. Dat die man er een probleem mee. En ik, ik dus niet hè. En het is ook dat ik denk van ja als het klimaat dan omslaat. Ja, uh, ja, dat zien we dan wel weer. Het is een beetje moeilijk om nu al rekening te gaan houden met een scenario waarvan je de inhoud niet kent. Dat de zeespiegel als een idioot gaat stijgen tussen nu en tien jaar, nou, daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Net zo min als dat je bang hoeft te zijn dat de Duitsers ons weer gaan binnenvallen, want die Duitsers die doen dat echt niet. Ja, maar in 1940, toen hadden we dat ook helemaal niet aan zien komen. En nu heb je weer diezelfde situatie. Dus ik, uh, ja, ik wilde voorstellen dat wij bij al die, uh, ja, die snelwegen naar Duitsland. dat we daar dan uh, militairen gaan neerzetten. Uh, met allemaal met mobieltjes. en dat ze ons zo snel mogelijk gaan bellen als de Duitsers eraan komen. Want ja, ze hebben het één keer gedaan. en de resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Maar uh, ja. Want trouwens, met die Belgen, die kunnen ook toen wel uh, ja, achteraf toch behoorlijk boos worden over uh, wat er toen gebeurd is. Ik, ik stel ook voor dat we naar België, dat we daar uh, extra militaire posten neer gaan zetten. voor als de Belgen eraan komen. Yeah. Ja, natuurlijk joh. Ja. Hé, hey, daar ben je er ook niet bang voor. Nou dan. En waarom dan wel voor een klimaatverandering? En wat zou die dan inhouden? In de jaren zeventig stond er in de kranten dat er een nieuwe ijstijd aankwam. En nu staat er in de krant dat er een nieuwe ja, warme periode aankomt. En ik denk, ja, waar moet ik me nou voorbereiden? Ja. En ja, ik heb de laatste jaren, ja, heb ik geen kachel aan in mijn woning. Ook afgelopen winter weer niet. Sterker nog, mijn kachel krijg ik, die krijg ik niet meer aan. Dat was iets van weer bijna twee jaar geleden of zo. Dat Wim, Wim Kruidentuin, die zou bij mij komen eten. En Wim zei: Dit is weer fris hier. Mag de kachel aan? Zie ja, natuurlijk, als je dat wil. Ja. Ik had helemaal nergens last van, maar. Ik was er kennelijk aan gewend. Dan kregen we de kachel niet aan. ze Wim, dan moet je even bellen met het onderhoudsbedrijf. Ja, dat zal wel, maar daar ben ik een klein beetje vergeten. Want ja, ik doe de kachel toch niet aan. En komt dat dan de global warming? Nou, misschien. Vind ik het erg? Nee. Waarom zou ik dat erg vinden? Lonneke was laatst hier. Dat was wel een tijdje terug, half jaar geleden. Dan was er die koude periode toen. Met al die sneeuw en ijs en toestanden. Heel eventjes was het heel koud in Nederland. Wauw, heel koud. Wat ook al meen. En Lonneke moest bij mij slapen onverwacht. En hij zei: Oh, wat is het is koud hier. Wat is het is koud hier. Nou, ik heb nog zo'n elektrisch bijzetkacheltje en die heb ik toen erbij gehaald en in de kamer neergezet. Maar ja, dat was omdat Lonneke er was. Voor mij had het niet gehoeven. Nee joh. Maar ik heb in het algemeen niet zoveel angst. Dat... Ik ben niet, ben niet zo bang. En nog helemaal niet voor veranderingen. Wat is die verandering dan? Als we deze zomer weer zo'n warme zomer krijgen als vorig jaar. Toen was het echt behoorlijk heet. Jaagt dat mij angst aan? Nee, helemaal niet. Kom je erbij? Vond het wel lekker hoor. De hele dag een beetje zweten. Als je maar genoeg drinkt, is er niks aan de hand. Ja, als het zo warm is, dan heb ik helemaal geen zin om dingen te gaan doen. Nou, dan doe je toch helemaal niks? Wat maakt het nou uit? En dan zeg je gewoon, nou, ik vind het veel te warm om iets te gaan doen, hoor. Ik doe vandaag helemaal niks. Dan doe je dat toch? Wat maakt het nou uit? Geen boek lezen? Je gaat naar de supermarkt en als ik in die dagen... En dan haal je zes van die halve liters gulpende een gladiator. Dan trek je er eentje van open van... En dan ga je met zo'n half liter gulpen in je nek, nou, en dan kan je echt niks meer doen hoor. Dan ga je Netflix kijken. Naar Sons of Anarchy. Doe je dat toch? Ja. Of naar die andere, Better Call Saul. Die vind ik erg leuk. Met die, die, die Bob Oden, Odenkirk. Die komt van Oude Kerk, hè? Oude Kerk is een dorpje bij uh, Amstelveen, Amsterdam, daar in de buurt. Oude Kerk aan de Amstel. Die, die Bob Odenkirk. Die speelt dan die uh, advocaat. Doe je dat toch? Dat is veel te heet. Doe helemaal niks. Dan moet je daar bang voor zijn? Helemaal niet, homo. En het allerergste vind ik dan nog dat ze dus de jeugd gaan lopen angst aan jagen. En die gaan allemaal schreeuwen op straat. En dan gaat de jeugd in de rond lopen met kartonnen borden, zelfgeschilderd, met kreten in het Engels. Arme kinderen maar denken dat er echt iets aan de hand is. Dat er is helemaal niks aan de hand. Helemaal niks. Het is de paus die bezig is om ons gek te maken met idioterie. En mini. Dus tja. Ik maak me nergens zorgen over en ik stel voor dat jullie dat ook niet doen. En dat je iedereen in je familie en in je kenniskring die zich allemaal Martin gedraagt, dat je erachter probeert te komen waarom die mensen zo teleurgesteld zijn over hun eigen bestaan. Want daar begint dat denk ik hoor. Pure ontevredenheid met het eigen bestaan. En dan hun ontevredenheid, maar projecteren op een algemene ontevredenheid, want we gaan er allemaal aan. Want we gaan verzuipen als uh, ratten. En daarom ben ik zo ontevreden. Want ik zie de toekomst al. En we gaan allemaal dood. Mensen die, die zoeken excuus voor hun geklaag. Hun gelamentier. Nou, dus is een. Ja. Dus denk ik, voor, uh, in de geschiedenis. Uh, dan hoop ik dat dit dus in de boekjes terechtkomt. onder het kopje opgewekte massahysterie. Uh, door de paus, uh, versie zoveel. Want kijk, in het opwekken van massahysterie. daar is de paus ongelooflijk goed in. Uh, neem de bouw van de kathedraal van Chartres. Uh, in, daar in Chartres, die Franse stad. daar was een, een redelijke kerk. Maar er was een blikseminslag geweest. En dat was in de Notre Dame. Er was toch ook een blikseminslag of zo. Hè? Nou, anyway, anyway, die kerk daar in Chartres die was afgebrand. En toen hebben ze vanuit de katholieke kerk die lokale bevolking wijsgemaakt. Dat dat een straf was van God. Uh, en dat was een straf voor hun zondige gedrag. En uh, dat die arme mensen, die zouden verlos kunnen worden van nog meer straffen. Als ze maar genoeg geld bij elkaar zouden leggen voor de, uh, ja, de restauratie, de nieuwbouw van die kerk. En die mensen in Chartres... die helemaal zo'n massahysterie... en die geloofden dat. En die gingen allemaal hun laatste spaarcenten... en oude moeders nog vragen om poen... en uh, alle pensioenen, alle dingen... allemaal bij elkaar liggen. En allemaal geven aan meneer Pastoor... zodat die man geld had om een nieuwe kerk te bouwen. En waar is dat, die, die, die bouw van die kerk mee gefinancierd? Ja, met de opbrengsten... van een massahysterieactie... Hysterie, maar dat betrof alleen maar chartres en omgeving. Maar hier heb je het over een massahysterie die is wereldwijd. Dat is even een andere manier van kaas eten, dacht ik. Tja. ja... het is een mooi uh, historisch fenomeen. Dat is leuk voor in de toekomst om uh, ja, dan de kinderen te vertellen in de klas. Nou, vroeger werden mensen echt uh, gek gemaakt met de meest idiote theorieën. Zoals de theorie dat, uh, ja, dat de ijskappen zouden gesmelten. en alle ijsberen zouden uitsterven. en de hele wereld zou veranderen in één grote zandvlakte. Alla, wat was het ook alweer? Uh, Mad Max. Met Mel Gibson. Het dus grote woestijn, wordt alles. Het is dus grote woestijn. En uh, ja, en dat komt omdat de mensen. Ja, die rijden maar auto en die rijden maar auto. En uh, ja, en dan krijgen we één grote woestijn. We hebben zijn even vergeten dat autorijden. dat levert CO2 op. En CO2 wordt door planten omgezet in nieuw plantenmateriaal. En planten zien eruit in de regel niet als geel of wit. Nee, planten zijn groen, weet je nog. Dus als je een woestijn groen wil maken, heb je als bouwstof nodig. Nou, wat heb je daar als bouwstof voor nodig? Denk nu even na. Geen fosfor, geen stikstof, geen zuurstof, geen water. Wat is nou de bouwstof die je nodig hebt om een woestijn groen te maken? Geen koolstof. En mijn koolstof, eh, pure koolstof in de vorm van diamant. Of zelfs dus je diamant in de woestijn gaat strooien, wordt de woestijn niet eh, groen van natuurlijk. En als je pure koolstof in de woestijn gaat strooien, dan word je ook niet. Uh, nee. En als we dan uh, Saoedi-Arabië gaan bellen en dan uh, 53 supertankers vragen met aardolie. en je dumpt al die aardolie in de woestijn, ja, dan wordt de woestijn niet groen van. Waar wordt de woestijn dan wel groen van? Ja, van CO2 natuurlijk. Maar dan moet je er wel, ja, wel mee aan de slag. Nee, maar geef mij, Winkel... Uh, geef mij autoriteit en een aantal vierkante kilometer woestijn, ik denk dat ik dat in tien jaar tijd groen heb. Met de hulp van uh, iemand als uh, ja, Wim Kruidentuin met, met Wim samen. <laughs> Ik kan zo wat mensen in mijn directe omgeving uh, op een lijstje zetten. En een, uh, die en die en die en die. Vormen we een teamje. Geef ons maar een paar vierkante kilometer in Libië of zo. Maakt niet uit waar. En dan hebben wij wat geld nodig om een paar maanden daar in de te gaan. En een beetje te inventariseren. En een beetje een plannetje op te stellen. En ik kan je nu al vertellen: wat we nodig hebben is afval. Een rottende troep. Strond, mest, kom maar op. En we hebben natuurlijk wat, wat biologenjongens nodig die dingen als zuurgaatmetingen kunnen doen en kunnen adviseren over pioniersplanten en. Ja, en we hebben wat landbouwmateriaal nodig, dus de tractoren en. Ja. ja, dan heb je het gehad en er moeten wat schuttingen komen tegen de wind. En windoverlast is een groot probleem in de woestijn, omdat het één grote kale vlakte is. Ja, zandstormen, dat is beducht. Maar je begint met een stuk woestijn ja, te vergroenen en, ja. en die wortels met dat humus en alles ertussen en al die rottende toestanden, die wortels die houden daar zand vast. Heb je? en dan, dan moet je gaan denken aan bomen groeien, dus dan moet je snel groeiende bomen hebben en die vangen een hoop wind en zo bouw je dat langzaam op. En als je dat dan doet met, uh, noem het wat. Uh, een stuk van 10 bij 10 kilometer of zo pak je als eerste aan. Uh, je gaat goed verslag leggen met wat je vandaag de dag hebt gedaan. En dat pleur je allemaal op internet. En dat kan iedereen kopiëren. En dan pak je je eigen stuk woestijn. en dan ga je dat daar ook doen. Dan heb je zo die woestijnen groen. De, de absolute luchtvochtigheid. In een gebied zoals de Sahara. is hoger dan in Nederland. De absolute. Hè? De relatief is het daar droger. omdat die lucht veel warmer is. Maar de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer daar. is hoger. Dus als je daar gaat werken met. Uh, met koelingselementen. die op zonlicht. Laat je dat koelen. Kan je het doen, dat heet die techniek. Met Peltier-elementen werkt dat. kan je de boel koelen met, uh, met zonlicht. Klinkt een beetje gek, hè? Maar dan vang je zonlicht op. En dan krijg je daar uh, stroom uit. En die stroom gebruik je dan weer voor. Dezelfde elementen, by the way: weer Peltier-elementen. Maar dan gebruik je ze als koeler. En dan ga je laten, laat je het condenseren. Dat werkt zonder bewegende onderdelen. Als uh, nou. dus je één keer goed monteren, alle draadjes goed solderen, dan uh, 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 koelen maar. Moet uh. je even gaan uitrekenen wat je dan uh, per peltier element aan dagelijkse productie van water krijgt. Dat zal niet in de honderden liters per elementje lopen. maar... Een Peltier element kost aan de andere kant echt geen drol. Ik heb er hier twee in huis. En die heb ik gekocht voor 5 euro uit Amerika, inclusief verzendkosten. Dus je praat echt over kosten van niks. Dat je het even weet. Ik positief denken over dat soort dingen. Maak die woestijnen groen. Ga zonlicht omzetten in energie in de gebieden met veel zonlicht, doe dat niet in Nederland. In Nederland heb je veel te weinig zonlicht per vierkante meter. Maar denk aan landen zoals Spanje nog lager. In een land als Spanje heb je 600 watt per vierkante meter. Dat tikt lekker aan, hoor. En in de Sahara, dan ga je naar 1000 watt per vierkante meter. Ja, dan heb je zonne-energie, man. En dat omzetten in elektra. Oh. En dan gaan we geld verdienen, snap je? En je kan ook zonnetorens maken. Die bestaan ook nog. En dan kun je een hoop geld mee verdienen. Maar die wil is er momenteel helemaal niet, want de katholieke kerk wil geen vooruitgang. De katholieke kerk dat is een politieke beweging die erop gericht is om de wereldheerschappij duurzaam te verstevigen voor zichzelf. En daarvoor hebben ze nodig een bevolking die aan de bedelstaf is gebracht, zodat ze als hongerige weesjes allemaal bedelen om een korst brood. Men wil helemaal geen welvarende toestanden. Ja. Nou, ik vond het een hele mooie beschouwing over uh, de angst voor klimaatverandering. Ik heb goed stilgestaan bij de verschillende onderdelen daarvan. He, dus aan de ene kant een liegende IPCC. En waarom liegen ze? Nou, om ons angst aan te jagen angst aan te kunnen jagen op basis van niks. Dus dan moeten ze wel liegen. En aan de andere kant uh, een volk, wat bestaat voor een groot gedeelte uit mensen zoals Martin van de Clio. Die echt zitten te wachten en zitten te hunkeren op dat soort onheilsberichten dat we allemaal gaan versuipen. Zodat ze dan een reden hebben om ongelooflijk depressief te worden en te gaan schreeuwen nadat nou, ze een halve liter jenever in hun keel hebben. Om dan hè, de, schulden, de beschuldigende vinger te kunnen wijzen naar iets buiten zichzelf waar ze toch geen invloed op hebben. Als excuus, snap je? Nou, en dan zeg ik op zijn hamburgers, tjus!